We zijn hier in het centrum van Tiel, nabij het station. Daar bouwen we 69 appartementen voor twee verschillende opdrachtgevers. Een gedeelte is sociale woningbouw, de andere is voor vrije sector. We hebben hier toegepast de Schuck IsoCorf iClick, zodat we balkons kunnen monteren zonder dat we ondersteuning gebruiken en dat we dit ook achteraf kunnen gaan monteren. Wij zijn hier om in ieder geval te gaan kijken naar de verankeringen van onze Schuck iClick IsoCorf systeem. En dat is een systeem waarbij we dus balkons achteraf kunnen plaatsen, inclusief een koudebrugonderbreking. En dat is eigenlijk wel uniek in Nederland om dat op deze manier te verankeren, zeg maar. Wat anders is, is dat het nieuwe product eigenlijk compleet buiten de ruwbouwfase geplaatst kan gaan worden. Het vloerveld wordt gestort en op een veel later moment in het bouwproces hangen we pas de balkons er tegenaan. En dat doen wij eigenlijk letterlijk vanuit de kraan. Dus daar komt geen steigermateriaal meer aan te pas. ANA Beton, daar dus waar wij nu zijn, is een prefab betonfabriek. Maakt trappen, bordessen, galerijen, balkons. Allemaal in het zichtbeton bereik. Het voordeel van IsoCorf iClick systeem voor ons in de fabriek, doordat het achteraf geleverd kan worden, kunnen wij met een optimale stortvolgorde en een optimale mal inzet, kunnen wij zo effectief mogelijk produceren. We hoeven niet meer tussentijds om te bouwen. De voorraden zijn beter in de hand te houden. De tijd dat de producten op het tasveld liggen is ook kleiner geworden. Nou, het meeste geschikt is voor grote projecten waarbij dus balkons veelal verspringend in het gevelbeeld zitten. Waarbij dus heel lastig is om een steiger te kunnen bouwen, zeg maar, daarvoor. Daarnaast is het eigenlijk ook geschikt voor projecten waarbij dus veelal tunnelsysteem wordt toegepast. Waarbij je dus heel snel met je ruwbouwfase naar boven getrokken moet gaan worden, zeg maar. En ja, ook uiteraard weer op een veel later moment je balkons kunnen plaatsen, waarbij je eigenlijk het bouwproces versneld naar boven en gerealiseerd kan gaan worden.